Oh, verkeerde uitspraken. Hey Wouter. Nou. Er kan maar één lelijk gezicht zijn in deze stad. Wow, het is weer tijd voor GTA 5 Roleplay. Wauw. Welkom. Voordat de video begint, Beam, dit moet jij even doen. Nu, gewoon nu. Abonneer. Voor de rest, like ook even. We gaan voor 5000 likes. Dat is echt serieus het hoogste wat ik ooit gevraagd heb in mijn leven. Ik heb nog nooit om 5000 likes gevraagd. Dus like zeker even. En ben je nou echt nieuw? Ben je compleet nieuw? Laat het even weten in de chat dat je dan net bent geabonneerd. Omdat je nieuw was, dan geef ik je reactie even een hartje. Hoe leuk is dat? Veel plezier. Ja. Je weet gewoon dat het Max is. Ja. Achterlijke. Ninja Turtle. Wat fuck is met mijn bril gebeurd? Ja, die is mooi. Wat is, met mijn bril? Ja, een hele lijke bril. Een hele snelle planga. Ik vind hem oprecht lijp. Nee. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Geef terug. Kan iemand mij bij de kapper afzetten? Het is tijd. Nee, ik ga wel mee. Je mag zelfs rijden. Lijp. Yes. Top. Doe nou niet zie zo. Zo. Nee, grapjes op in. Oh, mijn boetes rijden. Nee. Ik vind dat nou al niet leuk. Ik heb nou spijt. Nee, joh, ik kan echt heel goed rijden. Ja. Ja. Dat noem je goed. Oh! Nee! Nee! Ik heb nog steeds in mijn hoofd nieuwe, noem je dat, toetsenbord stuur. En ik tik telkens met mijn ringvinger op A. Dat gaat telkens per ongeluk. Dit gaat serieus per ongeluk. Wat kut. Nou, dankjewel voor het rijden. Ik vond het erg leuk. Kan... Hier, ik zal even duwen. Hij kan ook gewoon niet meer. Hij is zo'n stuk. Nee. Ik laat één keer iemand erin rijden. Hey, en hij is gelijk alweer naar de gallenmuseum. Oh, jongen, wat kut. Helemaal kut. Oh. Kun je ook gewoon naar de kant gaan? Ik ga niet. Hier, ik help wel even. Ja, top. Dus als ik dan iets te ver op mijn linkerkant van mijn hand leun, dan klik ik gewoon daar shift en de A-spier tegelijk in. En ik weet niet hoe vaak ik al gecrashed ben op deze manier nu. Hoe vaak? Dat weet ik niet, gewoon vaak. Hallo, welkom bij McDonald's. Mag ik uw bestelling opnemen? Big Mac. Hier heeft u Big Mac. Hallo, welkom bij McDonald's. Mag ik uw bestelling opnemen? Ja, doe mij maar een kip 20 met een aardbei milkshake klein. Ja, ja, kijk. Hier heb ik hem. Alsjeblieft. Okay. Kom ik even over de balie. Oh, sorry meneer, sorry. Maar ja, maar je kan toch niet iemand beschieten en vervolgens zeggen... Ja, als je nou niks doet. Hey. Hij stuurde naar mij, dit is een boodschap. Vast. Ik zit vast. Oh, boodschap. Ja, dat had ik net. Hou is het mogelijk? Ik zit vast! Help! Ja, dit is mooi. Hij is lijp, toch? Nee, hij is echt niet leuk. Hoezo niet? Hij is echt heel fucked up. Hoezo lach je? Dat is dik, vriendelijk. Hoezo lach je? Uit. Dat brilletje. Ja, maar dat onder dat brilletje, wacht. Wat zit je nou te lachen? Dit is lijp. Nee. Dit ja, is lijp. Doe dit. Dit is het lijp. Nee, kijk dit brilletje. Oh mijn god, maar wacht even hoor. Het kapsel is een soort van vierkant van achter. Wat is dit? De lichtinval is heel raar voor dit kapsel. Mijn pet. Kan ik nooit meer normaal een pet op doen nu? Dat brilletje, die mis ik ook. Ja, die is wel echt gaande. Die is echt goed. Wat zit je nou uit te lachen, joh? Het ziet er echt niet uit. Ik heb echt een kutkant. Hij is ook zo'n vierkant vanaf van achter. Is hij een vierkant of zo? Hij is een soort bol. Ik heb een soort... Alsof ik een hoed op heb. Maar vanaf aan één kant. Hij sluit ook niet aan met mijn baard. Kijk maar, wacht. Dan op deze kant, zie je? Hij sluit niet aan. We gaan nu terug naar de kapper. Om een andere, andere te halen. Kant wel. Wacht, we gaan echt terug. Dat ga ik echt niet doen. Ik heb al een week met een kutkapsel gelopen. Ik doe deze aan, puur omdat ik nog niks op mijn kop heb. Helemaal kut dit. We gaan nu terug. Ik ga nu naar die kutkapper. Dus nu scheet hij weer kaal, maar het is alles beter dan dit, jongen. Echt. Red me. Waar heb ik genoeg geld? Nee, maar heb je wat geld voor me? Ik sponsor de kapper. Jij sponsort me, thanks. Kutkapper. Hij is echt een oplichter, jongen, die man. Ja, echt. Dan zoek ik gewoon deze. Zie ik er gewoon een keer een beetje iets verzorgd eruit. Dat is een zwabber op je kop. Mocht wel eens tijd worden. Nou, we hebben een meeting als het goed is. Maar ja. Wel zeg maar een kwartier voor te laat zijn, maar dat maakt niet uit. Dan wil ik er wel weer even anders uitzien. God. Ik zie er nu echt kut uit. Wondertje. Kijk hoe lijp. Dit zag ik er altijd uit, deze. Dat brilletje staat oprecht tantoe goed bij het pakje. Ligt eruit. Nee! Waarom? Nee!
Waarom is ze daar? Nee! Oh, maar je weet dat je wilt hebben, dude. Nee! We gaan naar de kapper, wederom. Voordat we naar die poepmeeting gaan, gaan wij naar de kapper. Dit ga je echt merken, hoor. Ik heb een berichtje gekregen om 18, het is nu 27. Ja, we kunnen dat dan eerst even doen en daarna terugkomen. Het is alleen met onze groep. Oh ja, maar ik ga echt kut zo, jongen, dit. En dan gaan we even je kapper opfixen. Ja. De wiesjes komen met een dikke Ferrari aan, want het is niet eens van ons. Jij hebt jongens, die auto sowieso gescoopt. Dat klopt! Kijk zijn kapsel, boys! Jongens, jullie mogen niet lachen, maar wel kijken. Ja, nee, wat de fuck is dit? Ja, ik had wel een andere kapsel, maar hij heeft natuurlijk mijn kleding aangepast. Dus toen zag ik er weer zo uit ineens. Het was verneukt, maar nu is het nog erg. Ja, jongen! Laten we iets gaan doen, boys. Nee, we hebben iemand die we even moeten omleggen. Dood, zomaar. Oké. Okay. Ja, we gaan Wouter omleggen. We gaan Wouter omleggen. Ja. Heeft okay. Rick gestoken. Oké. Okay. En zijn eigen en een mes op mij getrokken. En een mes op jou getrokken. Rick en ik reden op Blokpark, daar werd iemand ontvoerd, ja? Ja. Dus wij met goede gedachten erachteraan rijden voor een beetje sensatie, want het was saai. Mm-hmm. Dus wij daar naartoe, wij kwamen in de haven uit, er zat iemand op zijn knieën, ja? Ja. Dus wij uit stad met goede gedrag vragen wat er aan de hand is, waren ze niet zo blij mee. Kwam er een of andere vergers met een stemvervormer, Wouter. En die ging ons bedreigen en die zegt dat ik moest ineenstappen. Maar het was niet mijn auto, want we reden in Rick's auto en de auto was op top, dus ik kan niet instappen. Dus ik loop terug naar Rick te zeggen dat we weg moeten. Dus Rick wilde net aan zijn deurhendel gaan trekken. Toen kreeg hij een mes in zijn schouder. Toen zijn ze heel snel weggevlucht. Daarna hebben wij contact gehad met de groep van Wouter, waar hij mee omgaat. En die hebben gelijk gezegd van, wij waren er niet mee eens, het is allemaal op hem. We kunnen je helpen met een meeting opzetten om hem terug te pakken, dus vandaar zijn we nu hier. Dat wordt lijp. Goed of niet? Ja, nee, dat is leuk. Dat is prima. Gaan jullie gunnoes halen, wij zetten alles wel op. Prima, verstandig wat ik krijg. Hij is even langs kapper. Ja, ik hou toch maar zo. Jij moet je sowieso ook omkleden. Klopt. Oké, jongens, we gaan dus Wouter pakken. En er zijn dus meerdere redenen. Hij heeft Rick meegestoken. Hij heeft een mes op Lucas gehad. Hij is nu dus wel aan het kutten en zo. Ja, ik weet dat jullie Wouter niet kut vinden, maar voor de beste van de gang moet het maar gewoon, hè. Oké, dan gaan we even mijn gun ophalen om dan vervolgens naar de meeting te gaan met de heer Wouter. Ik weet zijn achternaam niet eens. Wouter Dekker, volgens mij. Hier, dan hebben we hem. Even stof eraf blazen. Die meneer heeft niks fout gedaan. Had willen we hem meenemen of... Schieten hem gewoon te plekken. Prima. Hoor je bij ons, Willem? Ja, geen idee wat er aan de hand is, maar het zal wel. Tuurlijk hoor je bij ons, jongen. Tuurlijk hoor je bij ons, Willem. Gang, gang. Toch nog die laatste 2 jaar van je leven een beetje opvullen. De laatste 2 jaar, man. Ja, de laatste paar dagen. Mijn schoge oog uit 2, misschien 2,5. Maar meer dan dat wordt het niet echt, hoor. Je hoeft niet zo ruig te doen, voor mij hoeft het. Ja, ik denk, daar maak ik nog wat mee. Ja, laatste dagen. Ah, jongens, ga uit mijn homo. Je hebt echt een kut outfit aan, trouwens, Willem. Waar is je bontjas? Het voelt gelijk gewoon niet meer serieus nu Willem er is. Gelijk zo. Locatie? Ja, een beetje afgelegen waar we kunnen doodschieten. Ja, ik weet dat snap ik ook wel. Waar hadden we laatst die ene gast dood? Of neergestoken? Dat Benny iemand neer moest steken? Daar hou je toch geen meeting. In die machtelkamer. Oh, het is natuurlijk een meeting die we houden. Bij die moskee. Ik word gebeld door Wouter. Ga je nog wat doen? Nee. Jij? Nee. Ja, Marcus? Ja? Ik heb even een vraag. Nou? Ik weet dat jij zo'n Volkswagen hebt, toch? Weet ik niet. Ik heb een Lambo. Ik heb hem gezien in je huis. Oké. Okay. Ik wou eigenlijk even vragen hoe je dat ergens voor elkaar hebt gekregen. Heb je me nodig mee, of? Nou, niet per se nodig. Maar nee, want ik kan je wel helpen, als je wil, met iets. Nou, weet je wat het is? Het is toch grote jongens dat wat moet gebeuren, zeg maar. Ik ben namelijk, van mijn vrienden heb ik gehoord dat ik dus ben neergeschoten van een of andere Piet de Wit. Oké. Okay. Hunt of zo. Ik ken ze verder niet meer. Nee. Ik weet niet wie het zijn, dus ken jij ze verder nog of niet? Zijn ze groot? Ja, ik hoor wel namen dat ze wat groot zijn. Die namen ken ik wel. Dus ik weet niet, ga maar jammer. Wie het zijn. Kan je mij er meer over vertellen wie dat beter is? Kan ik iets via de telefoon in ieder geval? Wil ik die informatie dus weer een beetje... Wacht even, sorry, we kantelden bijna, Wouter. Die weten wat er gebeurd is, maar ik weet dus niet meer wie het zijn. Nee, we dus kunnen er wel eens over praten, Sjil. Ja, ah, weet je, ik had de kans bij jullie groep een beetje uitgesloten, weet je. Ik denk, nou, ik weet niet, ga jij nu nog iets doen? Maar stummelocatie, we kunnen nu al af, hè, als je toch niks ja, doen is hebt. Ja? Ja. Goed. Waar wil je heen? Ja, stummelocatie, kom ik. Ik stuur jou zo wel locatie en dan... is goed. Kom ik even. Ja, is goed. Joe. Ik heb een... Wat is het dan nou? Meenemen? Ja, ik weet het niet. Ik moet een locatie sturen. Ik heb een meeting met Wouter. Ja, we hebben dadelijk een meeting. Daar komt hij mee, trekt we guns, nemen we mee, schieten we hem dood. En mijn meeting dan? Ja, die kan dadelijk, als hij wat te zeggen heeft. Ja, dat hem dadelijk toch op zijn knieën zitten of op een ja, oké. Okay. Nou, dan zal je ze hebben. De meeting is opgesteld en daar zal je ze hebben. Yo. Ja, waar we de afspraak hadden.
Wouter, is nog onderweg of zo? Of? Bro, een beetje voorstander. Wie zijn dit dan? Dit zijn mensen vast goed. Ik ben Matty. Matty? Nee, maar ik zie en dat is Richard. En jullie zijn Matty's van Wouter of zo? Nou, Wouter zit eigenlijk bij ons. Oh, die zit bij jullie. Ja, die hebben echt. Die had altijd. Nam zeg maar een dag in. En toen. Toen had ik mijn Rick, was dat toch? Nee, ja, ik hoorde net door. Ja. Ik heb gehoord. Dus dat waren we toen eigenlijk klaar mee. Zie je zo. Ja, snap ik. Snap ik. Okay. Hij komt eraan. Hey, dat zou je hem denk ik hebben. Dat zou je hem denk ik hebben. Verdomme Wouter Dekker, dan komt hij hier zo wagen aan. Ja, dat is hem. Ik had geen voertuig. Dat is hem. Nou ja, Willem ook zit er niet mee, want Willem is een tof voor spek en bodem. Hoe is het? Heb je tegen mij? Ja. Ja, goed. Hoe is het? Ja, nee. Oh, hoe is het? Oké, nee, gaat goed. Jullie wou ik sowieso misschien ooit aansluiten, maar weet je, ik vond de kans een beetje klein liggen voor mezelf. Maar vooral na de laatste keer dat ik jullie ontmoet had, hè. Maar je ook een meeting met Marcus, of? Ja, maar ik weet niet waar die is. Hey. Ja, ik ben er ook. Lucas komt eraan. Ja? Anders sta ik aan kunstrichting. Kijk, maar richting, ja. Jullie even zeer over een crypt. Ik wil eigenlijk even weten wie die Pieter Wit is. We samen wel hun en iets van Mees van de Steen. En, wat wil je dan nog weten? Ik wil weten wie die gasten zijn. Zijn ze groot, klein? Wie zijn het? Wat doen ze? Oh? Nou, dat weet jij toch wel, wat? Wouter, klauw laten zien. Koekjes en die andere chappie instappen. Wegwezig. Oei. Kom maar Wouter, loop maar mee. Sorry Wouter, ja, ik voel een beetje lullig erover, maar ook weer niet. Mee. Neem me maar mee hierin. Nou, Wouter wordt meegenomen. Erg lullig, maar so be it. Erg lullig. Ga hier maar tegen de deur aan. Gaan we op knieën zitten, Wouter. Oeh, jammer dit voor hem. Maar ja, het is niet anders. Het is niet anders. Je mag even op je knieën gaan zitten of op je kont, dan maakt het niet zoveel uit. Daar zit hij. Hij gaat toch op zijn kont zitten, even comfortabeler. Kijk, de haven. Zegt je dat wat? Nee. Niet? Zegt een voorchanger jou wat? Nope. Arme Wouter. Ik denk dat we het even op een andere manier moeten gaan oplossen. Zet hem maar in die Audi. Ga maar in de Audi zitten hier. Martelkamer, boys. Ik wil er één gun bij hebben, die andere kan in de G-Wagon. Prima. Ah, blijf je ontkennen, Wouter. Zet gun op hoog. Oei, twee fietsers komen de weg op. Volgens mij heb je iemand neergestoken, of niet? De laatste keer dat ik iemand neer had gestoken, werd ik volgens mij op het matje geroepen in een huid. Nou, je mag best eerlijk gaan zijn. Mooie training, dan. We gaan straks op een andere manier oplossen. Ik ben eerlijk, dus ja. Volgens mij niet. Weet ik wel zeker dat je niet eerlijk bent. Ik heb heel veel vragen. Ik snap er helemaal niks van. Zou ik het even in babytaal uitleggen? Ah, als je wat wil uitleggen, dan... Wacht heel even trouwens hoor. Wouter, heb je dingen bij je op zak op het moment? Ik heb alleen een mes bij me. Heb je telefoon? Ja, maar die is afgepakt door iemand. Oh, die is zo afgepakt. Je hebt je mes ook nog bij je? Ja. Dan geef die maar even. Die mag even bij hem op zijn broek of op zijn stoel leggen. Tussen zijn benen op een maaier. Ik zal het even uitleggen. Eergisteren heb jij iemand ontvoerd met een groepje. G-Wagon GT63S en een hersenloze auto die jullie genakt hadden. Toen zijn jullie naar de haven gereden. Een lange haven met twee hangars erop. En dan hebben jullie daar iemand op de knieën gezet. Rick en ik die komen daar aanrijden in een Rolls Royce. Donker getint van kleur. En wij stappen daaruit. Ja, wij gaan daar gewoon sensatie zoeken. Je weet toch dat die jongens niet echt in de stemming zijn om daar even wat bezoek op te vangen, denk ik. Lijkt mij ook maar. Dus je weet er wel wat van. Nou goed, ik ga door. Toen wij daar eenmaal aankwamen, toen gingen we even kijken wat er aan de hand was. En toen hebben we even met die gozer gepraat, maar dan waren de mensen niet zo blij mee. Waarom de persoon met de voice changer. En wij moesten instappen. Nou ja, goed. Wij wilden gaan instappen. Maar ik heb de sleutel niet. Het was Rick zijn auto. Ik had de sleutel niet. Dus ik kan niet instappen. Auto was op slot. Dus ik loop terug naar Rick. Ik zeg tegen Rick. Wij moeten er vandoor. Want anders hebben we dadelijk een mes in onze nek. Dus Rick die wil de auto openmaken en instappen. En hij krijgt een mes in zijn schouder. Vervolgens zijn hun allemaal weggegaan. En is Rick bloedend achtergelaten. Oh, heftig. Daarna hebben wij wat telefoontjes gedaan. Toen kwamen we al snel achter. Oh. Dat we bij jou uitkwamen. Hoezo zou je bij mij uit moeten komen? Die link snap ik niet. Er is iemand daar met een voice wat jij nu zegt. Stap maar uit. Dan gaan wij naar binnen. Oh. Daar zijn we jongens. Locatie aangekomen en we gaan Wouter hier op een stoeltje zetten. Gaat hij even zitten. Let niet op het hoofd en de armen. Schoonmaak schrijft niet goed opgeruimd. Ga maar zitten, Wouter. Hier, daar zit hij. Kijk, daar zitten de mannen. Gaan hem op een stoeltje zitten, toekijken. Nou, geniet maar even hier. Achterste. Die gaan op een stoeltje toekijken. Ah, ik snap zeg maar niet van wat het nut heeft om mij te pakken. Snap je het nu wel? Kijk wie er achter mij staat. En Richard heeft ons nog wel eens wat verteld. Wij werden gebeld, tenminste, wij werden toen gestoken. Toen hebben wij wat belletjes gedaan. Onder andere naar Thomas is een belletje gegaan. En die heeft al gelijk gezegd, sorry, dit was niet de bedoeling. De mood verandert ineens helemaal. Oh, dat is lekker makkelijk. De sfeer. Denk een stuk donkerder. Waarom komt het nou bij mij uit en niet bij Thomas? Omdat hij even zijn vinger naar jou heeft gewezen.
Dus je mag het gewoon eerlijk gaan zeggen of we gaan het op een andere manier oplossen. Ja, wat heeft het voor mij voor zin om, om het eerlijk te zeggen dan? Zeg je nou maar gewoon eerlijk. Als je het toch al weet. Kijk, Willem, oh, het is dus wel waar. Als het toch al gewaardeerd is, is dan... Nou ja, ik sta nu open voor jouw kant van het verhaal, hè. Je mag nu jouw woordje doen, jouw zegje. Okay, zal ik dan met je eerlijk zijn? Ja, ja, wees maar gewoon eerlijk. Oké, weet je, wij zijn er bezig met een gijzeling. Zie jij donders goed, toch of niet? Ja, ja, zeker. Zal ik eens bij jou komen indringen terwijl je met een gijzeling bezig bent? Dat, ja, mag dat voor mij. Dat vind jij niet leuk. Als hier nou een of andere Klaas die binnenkomt lopen, vindt het niet leuk. Nee, dan trekken ze gewoon een gun op zijn kop en dan zijn ze zo weg. Ik deed precies hetzelfde, ja? Ik waarschuw jou, laat jou gaan, toch of niet? Ja, klopt. Jij loopt netjes naar de auto toe. Rick, ook 3 keer gewaarschuwd, loopt naar de auto toe, maakt een onopgepaste opmerking, maakt hij. Nog even een leuke opmerking. Wat voor opmerking was er dan? Nou, dat weet ik zo 1-2-3 niet, maar het was niet gepast op dat moment. En ik was erg al geïrriteerd dat jullie dat op het moment daar kwamen. Ik had jullie 3 keer gewaarschuwd. Je had ik laten gaan, je had geen sleutels. Prima. Rick maakt een ongepaste opmerking, is 3 keer gewaarschuwd. Ik steek hem in zijn schouder. Ik hoef hem niet dood te hebben. Ik wil alleen even weten dat hij gewoon niet moet fokken. Even. Ik ga het even overleggen, want in de eerste instantie wou ik zeggen, schiet hem maar door zijn kop. Maar ik zal even kijken dat sommigen nog van mening zijn veranderd. Het is niks persoonlijks vanuit mijn kant, Wouter. Ik moet gewoon de goede kant kiezen. Nou, weet je, als ik in eerste instantie een kant wil kiezen, wordt dat lastig gemaakt. Weet je, had er ook beter over na moeten denken achteraf. Maar het is ook zo, voor jullie is misschien concurrentie ook een keer leuk. Nou, daar staan ze allemaal. Dat is niet een, je ziet daar de boel zijn. Er staat hier een mooi klein aanloopje. Ga je even achter het aan mij deer? Ja, dan maakt het wel echt persoonlijk. Ja, oké, prima. Maakt het wel echt persoonlijk dit. Je mag je masker nog afdoen als je dat wil. Nou, dat kan Wouter wel zien. Weet je ook gelijk wie je voor je hebt. Misschien maar een mooie boel zijn. Oké. Hey, Wouter. Laatste woorden. Jammer. Want, Je had verkeerde zegjes. Daar ben je de fout in gegaan. Verkeerde zegjes? Ja, verkeerde zegjes, zoals ik het zeg. Hey, Wouter. Nou. Er kan maar één lelijk gezicht zijn in deze stad. Ik meen niet dat jij dat bent. Lopen, boys. Ja, daarom. Dat kan er maar eens zijn. Ik zag allemaal rare tekst. Precies toen ik hem popte. Nou, dan gaan we er weer vandoor. Rip Wouter. Ja. Even de reacties voor Woetroe. Zo bij mij, man. Let's go. Nee, ik ga wel, joh. Ik weet niet bij wie ik zit, maar. Bij mij. Oh, prima. Nou, rip mijn niveau. Ik zag precies. Ik weet niet wat ik zag. Ik zag allemaal zwarte tekst in mijn netvlies toen ik schoot. Dat is een beetje jammer, maar. Hij is nageschoten. Hij heeft toch eens je kind gebruikt, hè? Zo, eerste keer. Echt? Nee, dat weet ik niet. Volgens mij niet, hoor. Ik had al eerder geschoten. Maar in ieder geval, maar eerste keer cookies. Ik vond wel een lijp. Finishing sin. Kom een hele lelijke hoofd. Kijk, ik had niks persoonlijks tegen Wouter, oprecht. Ik ook niet. Ik had echt niks persoonlijks tegen Wouter. Ik wel. Het was puur uit belang van jullie. Ja, en dat, gewoon... dat is precies dus dat dus. Ja, en ik sta gewoon natuurlijk achter de groep, dus daar moet ik van keuzes maken. Ja, jongens. Jammer dat er een soort tekst in beeld kwam, maar ik heb als goed is in de video al een andere clip, meerdere clips laten zien van hoe Jordi, vanuit Jordi's POV. Wie was die gast? Dat was Richard of zo? Richard die was van die gang. Ja. Is die leider van die gang of zo? Denk het. Ik heb nu al in deze gang meegeschoten dan ik ooit in mijn leven Darkness heb geschoten. En dan kon ik de enige soortgenoot met hetzelfde gezicht een keertje doodschieten. Nee. Goeie. Hij is dood. We hebben het. Darkness. Schieten. Ja, bijzonder. Jullie ik zei al, ik heb meer in mijn leven nu hier geschoten dan ik in de Darkness heb gedaan. Ja, dat is en daar zat ik bijna een jaar, voor half jaar. Maar dit was voor jullie belang, neem ik aan. Althans, ik had natuurlijk niks tegen Wouter, maar ja, ik moet wel voor de groep kiezen in dit geval. Dus ja, nee, dat is helemaal prima. Hoe zou je inlopen? Ik moet gewoon kiezen. Anders had ik Kevin laten schieten, dus op een of andere manier was ik toch wel dood. Ja, daarom, nee, maar ik bedoel meer als zin. Ja, maar ik heb zeg maar ook ik vond het prima om te doen, weet je, maar ik had geen haat naar Wouter verder. Nee, ik had maar ik vond wel mijn finishing line ook wel leuk. Als je dit soort dingen flikt, dan ja. Ja, daarom. En dan kies ik gewoon voor de groep natuurlijk. Dus, Willem. Dus. Die handen maar even omhoog. Dit is de tweede meeting die we hadden afgesproken. Welkom bij de gang. Nee, maar even serieus, Willem. Wat wil jij? Je hoeft er niet bij te zijn. Zelfs Benny te geloven. Ja, dit dacht dat ik... Dat maakt Willem trouwens heel depressief. Dat Benny hierbij zit. Hoezo? Wat nou, jongen? Omdat Willem nog altijd een stage van jou te goed heeft. Ja, hier, je mag hier je stage uitkomen. Maar Willem, wat wil je? Oprecht. Willem wil jullie gerust helpen, maar je moet oprecht niet van Willem gaan verwachten dat hij er iedere week is. Nee, en maar... paraat staat. Kom op, je moet er gewoon voor... net zoals nu, weet je. Je hoort erbij. Ja, je kan niet missen. Ja, oké. Okay. Bel Willem maar als je hem nodig hebt. Ja, maar wil je er officieel bij? Ja, waarom niet eigenlijk? Waarom reageer je zo kut? Zeg gewoon dat je het leuk vindt. Zeg dat je wilt. En zeg dat je heel blij bent dat we je uitnodigen. En niet dat je op zich er wel bij wilt.